Gedurende de ijstijd werden vanuit de Scandinavische landen door in ons land binnendringende gletsjers enorme stenen meegevoerd, waarvan onder andere in Drenthe de hunnebedden werden gebouwd. 10 jaar geleden werd deze 21.000 kilo wegende steen gevonden bij de ontginning van landerijen tussen Onstwedde en Stadskanaal. Door de gemeenschap van oud-illegale werkers werd deze steen bestemd om als gedenkteken te worden opgericht voor de gevallen verzetslieden. Zuchtend onder zijn vreedzame, maar zware last, brengt een tanktrailer de steen naar de plaats van bestemming, het Julianapark in Stadskanaal.